Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met twee jonge ondernemers. En die zijn een maand geleden ongeveer een nieuw avontuur gestart. Ze hebben namelijk een restaurant geopend. En de naam van het restaurant heet Business Breakfast Plus. Zegt al genoeg over wat de onderneming te bieden heeft. Maar we gaan Tatjana en Marvin de gelegenheid geven om daar zelf meer over te vertellen. What made is a Goeiedag, Marvin en Tatjana. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het uitstekend. Omdat we vandaag precies een maand geopend zijn. Een maandje geleden zijn jullie ongeveer begonnen met jullie nieuwe onderneming. Business Breakfast Plus. Very nice. Gefeliciteerd alvast. Want hoe je het ook draait of keert, het neemt toch wel wat courage om in deze moeilijke tijd een dergelijke onderneming op te starten. Dus dat sowieso. Maar goed, jullie hebben allebei natuurlijk een rijke geschiedenis die jullie naar dit punt heeft gebracht. Laten we daar alvast wat meer over horen van jullie. Wie nou, was? Bij mij, als ik... Ladies first, maar dat kan ook even groeten. Maar ik heb vergeten te groeten. Goedemorgen, Odette. Ja. Goedemorgen, kijkers. Ik ga de gelegenheid even om te praten. Van mijn zijde ook een hele goede morgen aan alle luisteraars en kijkers. Waar is het allemaal begonnen? Business Breakfast Plus is voortgevloeid uit Miss Tatjana Gift Ideas. En Miss Tatjana Gift Ideas hield zich voornamelijk bezig met het maken van gifts. En daaruit ook ontbijt pakketten die dus geleverd werden op verjaardagen en bijzondere gelegenheden. Miss Tatjana heeft voornamelijk dus vanuit een huisadres gewerkt. En op een gegeven moment begon de groei, of laat maar zeggen, was de groei zichtbaar. En hadden we daar geen keus dan te gaan uitbreiden. Want er kwamen dus bedrijven, gingen zich dus aanmelden voor de samenwerking. Want toen waren we dus met abonnementen van bedrijven. Ik zal de bedrijven niet echt noemen hoor, want dan ben ik bang dat ik een aantal bedrijven, partners gaan vergeten, maar er zijn tal van Surinaamse bedrijven, waaronder onlangs ook Staatsolie, die het geprobeerd heeft bij ons en het is dus ook in de goede aarde gevallen. Marvin en ik, althans, we zijn gestart met Business Breakfast Plus aan de Kampervoeliestraat nummer 23. Marvin is dus de marketing manager, hij doet dus de marketing en sales. Ik ben dus de CEO van Business Breakfast Plus en dit zijn we echt gaan starten nadat ons is opgevallen dat onze doelgroep toch meer de werkende klasse is. Iedereen is welkom bij ons nogmaals, we sluiten niemand uit, maar onze klanten waren echt de mensen van die groep, de werkende klasse, de bedrijven die zich aansluiten. Dus vandaar dat we ook gedacht hebben van, hey, why not give it the name Business Breakfast Plus. Die plus erachter staat eigenlijk voor alles na ontbijt. Want we hebben natuurlijk niet alleen ontbijt, maar er zijn ook wat luchtige hapjes, salads, etc. En daarvoor staat dus die plus, toch maken? Ja, helemaal correct wat ze zegt. Oké, maar jullie businessmodel is eigenlijk veranderd. Want waar jullie dus deden aan delivery, dus jullie brachten zeg maar het product naar de mensen toe. Nu moeten de mensen naar jullie komen. Dus dat is wel een heel ander publiek of een heel andere benadering van je klantengroep. Dus Odette, eerlijk ben ik vergeten dat aan te geven. Wij leveren nog steeds. We gaan nog steeds naar de klanten toe. Dus dit is additional. Maar wat we wel hebben gedaan is dat we dichter bij de klant zijn gekomen. Want ons huisadres was op Leiding. Ja. Heel erg vermoeiend voor onze klant om naar ons toe te komen. En u weet, u zit ook al lang in de businesswereld, Odette. En u weet, grote bedrijven willen vaak iets wat meer weten, iets wat meer zien. Weet je, als je thuis werkt, dan heb je nog dat bedrijf nog een beetje twijfelen aan je service en je kwaliteiten. Dus uiteindelijk moesten we toch die stap ondernemen om een pand in te gaan richten en dat de bedrijven naar ons toe kunnen komen, dat ze ook zien van, hé, hier komt het eten vandaan. Maar wij leveren nog steeds. Wij gaan nog steeds naar de bedrijven. Dus jullie hebben eigenlijk gewoon de business uitgebreid. Precies. Oké. Heel mooi, heel mooi. Maar goed, Kampervoeliestraat nummer 23 is jullie adres waar jullie nu zijn.
En dat is zeker weten een vraag voor Marvin. Het is niet echt per se een hoofdweg. Je bent niet aan een verkeersader. Hoe krijgen jullie de mensen toch geïnteresseerd genoeg om daar naartoe te komen? Vertel ons wat jullie allemaal te bieden hebben, dat jullie apart maken van de rest. Allereerst speelt onze marketing een heel belangrijke rol. We zijn begonnen met Facebook, daarna zijn we verder gaan naar Instagram. Elke klant is voor ons belangrijk. Vooral als een klant niet weet wat de locatie is, gaan we dat via Google Maps of via een beschrijving aan de klant doorgeven. We gaan met de klant bellen om degene uit te leggen. Mensen moeten nog gewend raken aan de locatie. Er zijn wel inderdaad veel scholen in de buurt, dus dat stemt ons goed. Maar natuurlijk willen we niet alleen de scholen, maar ook de bedrijven, de organisaties, de ondernemers erbij betrekken. Verder, wat ons anders maakt, is allereerst onze service en de plek gewoon. Als je komt binnen, het is een lekkere, cozy plek. De sfeer, de achtergrondmuziek, ook hetgeen dat we bieden qua menu, dat maakt ons gewoon even anders dan de rest. We hoeven niet groot te zijn, maar we beginnen klein. Voor ons staat de service en de kwaliteit. En dat elke klant gewoon geniet wanneer ze hier komen, is voor ons belangrijk. Ja, oké. Okay. Jullie zijn nu een maandje open. Hoe is het geweest? Tot nu toe, best spannend. Ik denk dat je elke dag opstaat en zegt, oké, hoeveel mensen gaan er vandaag weer komen? Alsjeblieft, stuur een paar mensen voor ons, zodat we, weet je, de business kunnen draaien, kunnen houden en meer mensen kunnen weten over onze onderneming. Als ik je eerlijk zeg, Odette, elke dag zijn we zo blij, omdat we zoveel gemeenschappelijke vrienden hebben. En ons stemt ons elke dag zo goed, van, jij kent die persoon, ik ken die persoon ook. En elke dag zien we weer mensen komen. En het geeft ons een goed gevoel dat we goed bezig zijn. Ja. Dus we twijfelen daar niet zo over van mensen komen. Je weet, kijk, natuurlijk vinden we het prettig als mensen reserveren. We nemen dat ook in het systeem. We geven het door aan elkaar. Er komen 5 mensen of 10 mensen, noem maar op bijvoorbeeld. En ook als we volgeboekt zijn, communiceren we het aan de klanten. Weet je, dat is heel belangrijk. Maar het stemt ons tot nu toe goed. Natuurlijk heb je de piek- en de down-momenten. Maar we zijn niet we zijn niet ontevreden, eerlijk gezegd hoor. We hebben soms ook dagen dat het ook storm loopt. Dus jullie zijn gefocust op ontbijt. Vanaf hoe laat zijn jullie open? 7:00 a.m. Oké. En dan kan je ook broodjes komen halen om mee te nemen. Want jullie hebben het gehad over studenten. Dus die gaan denk ik niet echt komen zitten ontbijten. Maar niet meer... meer broodjes meevoeren. Ja, ze zegt. We hebben, laat mij zeggen, het team van Mr. Shana is heel erg creatief. Ja. En we koppelen dat nu ook met Business Breakfast Plus. We hebben ready-to-eat pakketten. Oké. Okay. Jammer genoeg hebben we niet echt de foto's kunnen delen, maar ik neem aan dat we die alsnog kunnen delen met u. Maar we hebben ready-to-eat pakketten, we hebben ontbijttassen. Dus u mag zelf uw samenstelling plaatsen. Ja. Okay. Ik wil sandwich, ik wil poffertjes, of nee, ik wil sandwich met fries. Dat wordt allemaal voor u klaargemaakt. Ja. En we proberen dat ook heel snel te doen. Ja. Trouwens, al onze klanten geven aan. Zeg, ik heb 10 minuten geleden mijn bestelling geplaatst via de app en het is ready to eat. Oké. Okay. Weet je, dus dat proberen wij ook zoveel mogelijk te doen, maar vindt zij het ook al. In een maandje tijd mogen we niet ontevreden zijn. Integendeel is het boven onze verwachting. En hebben we al een partners die aan ons zeggen, ik denk dat jullie gauw een filiaal gaan moeten hebben op Noord. Want dit loopt storm. Leuk, het is wel nice als je het binnen een maand dat al krijgt. Maar ja, natuurlijk timmeren jullie allebei al langer aan de weg. Dus het is niet nieuw. Het een vloeit over in het ander. Maar ja, nou, ik ben trots op jullie. Hoe het ook draait of keert. Het neemt toch wel wat guts om het te doen in deze tijd. Om het voor elkaar te krijgen. En dat het inderdaad de afgelopen maand zo goed is bevallen. Dat belooft natuurlijk wel veel goeds voor de toekomst. En het mooie ervan is die plus achter jullie naam. Daar kan je van alles voor invullen. Hè? Dus het maakt niet uit wat je eraan wil toevoegen. Ja, toch? Okay. Ja, inderdaad. Goed. Jullie gaan dus, jullie focussen hierop en inderdaad zeggen van oké, dit gaan we tot een succes maken, nu, meer dan het nu al is. Meer bekendheid en ondertussen gaan ook de deliveries en andere services die jullie hebben door. Ja, correct. Oké. Nou, ik zou zeggen, heel erg veel succes ermee.
Ik denk dat het enige is dat we nog moeten doen, is iedereen uitnodigen om langs te komen. En niet allemaal op dezelfde dag. Inderdaad. Inderdaad, we zijn er voor. We zijn er van maandag tot en met vrijdag van 7:30 in de ochtend tot 5:00. Ja. 5:00 in de middag. En in het weekend... Het is de bedoeling dat we doortrekken tot 9:00. Ja. Maar we geven ons personeel die heel hard timmert aan de weg elke dag. We hebben echt een toffe ploeg. Ja. We hebben voornamelijk heren in de keuken staan, wat ons ook heel apart maakt van de rest. Het zijn de heren die het menu klaarleggen voor de dag. En we geven hun de gelegenheid ook om te groeien en een beetje gewend te raken aan dit alles. Want het is dus de bedoeling dat we in het weekend tot 9:00 open zijn. Oké, dus jullie beginnen nu al naar uitbreiding te kijken. Zie je hoe dat gaat, hoe hard? Ja. Maar goed, that's if you put your mind to it. Tashana en Marvin, heel erg veel succes toegewenst. Kampenfoeliestraat nummer 23, Business Breakfast Plus. Langskomen en zelf beleven. Dankjewel. Ja, zal ik de verrassing pakken? Ja, oh, er is een verrassing. Maar ja, een verrassing voor jou. Hè? Voor mij? Oké. Okay. Besloten om jou uit te nodigen. Ja. Je mag zelf bepalen welke dag je wil komen. Oké. Okay. Als dat wel via Marvin gedaan kan worden, zodat wij ervoor zorgen dat er inderdaad plek is. Mag u plus one person, mag u dan van ons overheerlijk ontbijt genieten. Dat wordt een probleem. Ik heb 2 hier. Maar is goed. We gaan kijken wie het gaat worden. Shaquille of Gaston. Het gaat rock, paper, scissors gaat het worden hier. Hoeveel zijn er, Marvin? Ik kijk naar Marvin. Marvin doet marketing en sales. Kijk even. Ze zijn er met z'n drieën, Marvin. Okay. Dus dan ga je het moeten uitbreiden. Ja, oké. Okay. We gaan eerst... ook interessant. We kunnen ook een rubbertje laten vechten en kijken wie wint. Wie mag mee. Nee, oké. Okay. Hey, heel erg attent van jullie. Jullie zien ons binnenkort zeker langskomen. En ik zou zeggen, hey, good going guys. Heel erg veel succes. Thank you. Hartelijk dank. Ja? Graag gedaan. Is goed. Have a good day. Okay. Thank you. Bye. What we need is a little cute time. Aangezien we geen voorstander zijn van geweld, hebben we Gas en Shaquille niet laten vechten. Naspang, consensus, we nemen ze allebei mee. Naar Business Breakfast Plus, de nieuwe onderneming van Tashana en Marvin aan de Kamperfoeliestraat nummer 23. Altijd goed om Surinaamse ondernemers te ondersteunen. Dus als u in de buurt bent of een business meeting moet hebben, breakfast of lunch, stop. En ondersteun Surinaams ondernemerschap. Dankjewel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.